Ja, ik heb er wel eens iets van gezien. Ja. Robert Frank. Ja. Dat is de Rabotnik TV van New York. Wat? Dat is de Rabotnik televisie van New York. Wat? For instance here, we hear, you see New York, but you hear a sound compilation from Rabotnik. This was the leader, this is the leader from the Rabotnik before the, this broadcast. This was the official announcement of the Russian radio station yes. In Moscow. But this one, Rabotnik? No, Rabotnik is Russian for or Slavic for world. Workers of the world unite. Actually, it comes from an announcement. In the history of the Soviet Union, all workers should listen very carefully. Workers. That's of course also strange for the American flag. And this is Springfield. That's right. Die mensen vinden het ook fijn om zo bekijken te worden. Yeah. En hoe zit het met die gordijnen, die Woody Allen? Of wat hebben die twee eigenlijk? Nou, Godard die pikt gewoon steeds iemand uit de actualiteit. Die bij het intellectuele publiek een beetje goed ligt. Of eigenlijk is Woody Allen voor Godard gewoon een soort sublimatie van het intellectuele publiek op dit moment. Zoeken naar contact, omdat hij voor het rest alleen maar... En hij wil dan gewoon zijn theorietjes kwijt. En daarvoor gebruikt hij dan Woody Allen en die wil graag gebruikt worden. Ja. Dat zie je ook. Ja, een exhibitionist. De foyer heeft altijd exhibitionist nodig. Nee, want zo ziet het er ook niet uit. Ja. Nee, zo ziet het er niet uit. Je hebt het toch gezien? Ja. Nou, die wil daar gewoon aan meewerken. Volgende week. Die stelt zich gewoon eigenlijk wat dat betreft volgende week heel dienend op. En al die andere mensen in al die andere films ook. Volgende week Warhol, hoe zit het daarmee echt? Nou, is dat niet dus voyeurist pur sang? Wat zeg je? Is dat niet de voyeurist pur sang? Van het zuiverste water? Ja, maar die zuivert zichzelf een beetje te veel weg. Nou, we zullen zien volgende week. Hmm? Hey Peter, Hitchcock, Bruce Weber. Zegt dat jou iets? Ja, ik heb er wel eens iets van gezien. Ja. Robert Frank. Ja. Dat is de Rabotnik TV van New York. Wat? Dat is de Rabotnik televisie van New York. Wat zegt dat jou, die drie filmen? Nou, ik heb van... Wacht even, over Godard, Hitchcock, it comes from the bank in history. Robert what Frank en Bruce Weber. Wat zeg je? Nou, ik vind Godard wel eens gelezen dat hij altijd zonder scenario werkt, als hij zo mooi deed. En achteraf dan die film in elkaar zet. En dat is wel een dergelijke uitspraak, wel een bron van inspiratie of een soort bewijs van... bestaansrecht van Rabotnik natuurlijk. Maar voor jezelf, kun je iets harder praten voor jezelf? Wat, Nou, die werkwijze die is wel inspirerend. Ja, wat, zoals Robert Frank, een beetje een mummel in de camera, een videocamera, een beetje rond. They will not be
just Washington. And everywhere else in the valley, all the way to Arizona. None of that area will be called a safety zone. There will be no safety zone. I can guarantee you the safety zone will be eliminated, eradicated. You will all be extradited to the land of no return. It's a navigation to nowhere. And if you think that's going to be fine, you've got another thing coming. I may be a spine bucket, but believe me, I know what the hell I'm talking about. I'm not crazy. And don't say I didn't warn you. I warned you. I warned all of you. Thought you were afraid of heights. No, I'm not afraid of heights. I'm afraid of falling. Oh, yeah? Well, just don't look down. Too bad things don't look the same on the ground. What do you mean? Things are clearer up here. Might clear things up. Yeah, I had a talk with Ann last night. Yeah, she's pretty upset. Yeah, I know. I'm gonna leave. What? I'm leaving. I didn't tell you this in order to make you leave. I'm not trying to get rid of you, Travis. No, no. Well, what good is that going to do? That's not going to solve anything. No, I'm going to find Jane. How are you going to do that? It's been 4 years. She completely disappeared. I tried to find her. I tried everything. I couldn't find her. Yeah, well, I haven't tried yet. I can find her. What makes you so sure? No, I just know. Can we go down now? No! God damn it! You tell me what happened, Travis. I'm sick of this fucking mystery. I've been treating you like a spoiled kid ever since I picked you up in the desert. Now you tell me what happened with you and Jane. I know it's gonna happen. I need to take money, credit cards. All right, sure, you can have it. You know, you'll get it back. Oh, forget that. You can have it. I want to find her, Walt. This is not bad stuff. I'm putting it in lunch every day. Lavash ki ri. Sticky. Lavash what? Ri. 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 I like it. Dad? Yep. Where'd you go all that time? Mexico. How come? I didn't know where else to go. Where'd Mom go? I don't know. But right now, she's somewhere in Houston. That's where the space center is. And that's what I want to talk to you about. I gotta go away now. Why? Because I'm gonna find her. What about me? You just found me. Can I come with? What about Walt and Ann? Maybe we'd never come back here? Well, sure, but I don't know when. I want to come with.
I want to find her too. When do we go? Right now. Now come on, let's go. First, we gotta stop and get supplies for the trip. Okay. We gotta buy jackets, t-shirts, toothbrushes, stuff like that. Maybe even walkie-talkies. Talkies, of course. Just in case. What? This whole galaxy, the whole universe, used to be compressed into a tiny spot this big. And you know what happened? What? It went and blew up. All the spark, everything went flying all over the place and formed space. It was just gas. It was floating around. The Earth was. Yeah, the Earth was really gas. And the sun formed, and it was so hot that the Earth just formed into one hard, big ball. Yeah. Of ocean, nothing but ocean. Yeah. So there were sea animals, then under the water, volcano then. And the hot lava hit the water and formed rock to make land. I'm gonna make a collect call. You dial the operator and tell her that you know. Good. And call Walt and Anne. Why? Because so they don't worry about you, so they know where you are. But what am I gonna say? Just tell them the truth. Tell them that you're with me and that we're going to Texas. They're gonna flip out. No, but you can handle it. Okay? Why can't you do it? I can't do it. Why? Because it has to be you. Gee. Why can't he do it? Hello? Hi, Hunter, where are you? You know what time it is? I've been calling everywhere looking for you. Yeah. Hunter, just listen to me now. Where are you exactly? San Bernardino. Hunter, what do you mean you're in San Bernardino? Let me talk to him. All right. Hunter, are you all right? What are you doing? With Travis? Where are you going? Tell me where you are, Hunter. Just tell me where you are. What's the name of it? Oh, my God. Hunter, you tell Travis to turn around and come back here right now. Do you understand me? Let me talk to him. What should I do? Bye, Mom. Gotta go now. Hunter! Did they flip out? Yeah, she did. You're not sorry you came, are you? No. Well, you can go back to them anytime you want. You just tell me, okay? I don't want to go back. I know, but just in case you change your mind. Thank you.
So used to go with her mom. Dan. She sounded so sad. I know. What do you think Mama looked like now? Oh. Do you remember her? Not really. Only from that little movie we saw. You look happy, Mom. Yeah. Keep that. Traveled at the speed of light for an hour. If he traveled at the speed of light, he would come back in an hour. He would be an hour older, but the little baby would be a very old man. Well, but how long would it take him to get to Houston? If they were. Right here. It's wet.
picture. A picture what? A picture of Paris. Paris, really? Yes, a picture of a piece of Paris. Where'd you get a picture of Paris? Can I see it? Yes. This is it? This is Paris? Looks just like Texas to me. It is. Paris, Texas? It's right here on the map. Is this really a place called Paris, Texas? It's right here. Well, how come you got a picture of a vacant lot in Paris, Texas? In the mail. A long time ago. You bought a picture of a vacant lot in the mail? Oh, you bought that lot? Yes. Oh, let me see. There's nothing on it. Empty. Well, why in hell would you want to buy a vacant lot in Paris, Texas, for Christ's sake? Travis, what happened? Why'd we get off the highway? Jesus Christ. I can't even sleep for 5 minutes without some crisis. Why'd you turn off? I don't know where it turned off. It didn't have a name. That's great. That's just dandy. Here we are in the middle of the Mojave Desert in a place that doesn't have a name. January. He's 7 then. Yeah. Let's see, what I want to talk about is
Well, he's like part of the family now. Anne and me are like his parents now. Anne's your wife. Yeah, you remember her, don't you? No. Does he think that you're his father? Well, Anne told him you were coming. Well, who does he think I am? I told him you're his father. But see, you've been gone a long time, Travis. How long have I been gone, do you know? 4 years. Is 4 years a long time? Well, it is for a little boy. It's half his life. Half a boy's life. I remember now. What? Why about that land? Oh, why? Well... Hey, Gerald. Gerald, Robert Frank. Waarom heet het eigenlijk Candy Mountain? Dat komt omdat hij op een gegeven moment zijn foto's was gaan verbranden. Heeft hij met hem aan. In die film? In die film. Heb jij die film niet gezien? Dat is zeker helemaal aan het eind. Robert Frank, heb jij die film niet gezien van hem dat hij zijn foto's verbranden? Oh, dat, ja. Ja. Nou, maar Candy Mountain. Waar heb jij Robert Frank leren kennen, Kaap? Nou, ik moet bij leggen, het gaat niet om mij. Hey, we zouden het over die film hebben. Hoe zit het dan met die film? Nou, dat is een beetje problematisch. Zijn ze op zoek naar het verdwenen Amerika, staat hier. Maar eigenlijk is hij gewoon... Met zichzelf? Op zoek naar die foto's die hij heeft verbrand. Ja. Weet jij waarom hij dat deed? Ik heb de indruk dat hij dat deed om zijn eigen verleden van zich af te werken. Ja, maar nu zit hij weer, door die film is hij weer naar op zoek. Dat wat op doet een verschrikkelijke hij? Manier eigenlijk. Wat doet hij met al die muzici eigenlijk? Maar hij is nou ook ziek trouwens. Volgens mij is hij nou niet dood. Zijn laatste testament. Ja, en dat is niet best voor hem. Wel niet? Het is toch een... De Americans waren een beter laatste testament toch. Hmm. Het is niet goed. Niet. Waarom laat jij die film nu zien hier? Nou ja, we hebben dat net voor het eerst gezien. Het gaat inderdaad meer over Robert Frank dan over die film, denk ik. Dit hele programma dat zit met Robert Frank, dat zit met Godard, dat zit met Hitchcock. En dat zit mensen die van film met Bruce Weber. Waarom? Mensen die van film houden of die van wat ze filmen houden. Of ja, allemaal houden ze van wat ze filmen. Wat bedoel je, wat ze houden van filmen? Nou, jij noemt dat voyeurisme. Ja. Ik noem dat zin hebben om dingen te filmen. Of houden van. Heb jij dat meer gemerkt, dat het hele idee van het voyeurisme, of is dat, heb ik dat toevallig alleen gezien? Waar? Dat je ziet dat ze die camera gebruiken om gewoon ongegeneerd op mensen in te zoomen en... Mensen te bekijken, mensen ja, te volgen. Ja, maar wel liefdevol. Liefdevol. En voyeurisme, dat is meer gebruik of zo, toch? Dus dat... Noem jij het liefdevol? Door, ja. Noem jij het liefdevol? Door die mensen zou ik wel graag bekeken worden. Dan heb je toch geen probleem. Liefdevol in Vertigo. Hoe scoort hij haar dubbelgangster? Die mensen willen ook allemaal heel graag volgen, aankleden. Ja. Wat? Ze willen heel graag door Hitchcock bekijken worden. Ja. Maar het is heel gênant. Je ziet ook gewoon dat die Scotty, dat die James Stewart, de laatste deel van de film, gewoon helemaal een vieze oude man is. Of... Ja, maar dat wilde hij eigenlijk best wel eens horen. Ja. En hoe zit het met Bruce Weber? Dat weten ze van tevoren natuurlijk. Bruce Weber is niet zo oud, maar dat is ook al een voyeur van de bovenste plank. Of... Ja, wat dat betreft is het eigenlijk wel goed, die film. Eigenlijk is het misschien wel beter dan die foto's, daarin kan hij zich nog achter een soort techniekje verschuilen. In die film is het inderdaad, is het, wat je zegt, ongegeneerd. Maar dat is toch, ja, het lijkt alsof dat dan iets negatiefs is. Mama once told me that that's where she and daddy was made love. Oh, in Paris, Texas? Yeah. She told you that?
Yeah. So, I figured that that's where I began. I mean, me, Travis Clay Henderson. They named it that. I started out there. Paris, Texas. Yeah. So you think maybe you were conceived there? Yeah. You could be right, Travis. Daddy always had a joke about it. What was the joke? He would introduce Mama as the girl he met in Paris. And then he'd wait before he said Texas till everybody thought that he meant... He would wait before he said Texas till everybody thought... After everybody thought he was talking about Paris, France. He always laughed real hard about it. So you live in Los Angeles, huh? Yeah, well, we live in the suburbs, but I got my business in town. Yeah, what's your business? I make billboard signs for advertising. Oh, yeah? You're the one who makes those, huh? I love those. Some of them are beautiful. I'm not the only one in the world that makes them, Trav. I've been in here 3 months. I really like it, but I took a beating on the financials, I tell you. Like everybody else. Hi, baby. Everything okay here? Oh, sure. I just missed you now. I missed you too. Travis. My God, dat is wel interessant. Dat is interessanter dan de meest chique Hollywood film. Ja, en hoe komt het dat Hitchcock altijd in het rijtje ook zit, omdat hij toch eigenlijk ook gewoon Hollywood maakt? Of is dat net iets anders? Nee, Hitchcock is heel, een beetje een soort Theo van Doesburg van de filmkunst. Hè? Iemand die van achter naar voren helemaal uittelt. Dat is precies de omgekeerde werkwijze eigenlijk en dat is iets wat ons ook heel erg aanspreekt. Wat zegt het, weet ik het, voyeurisme en zo, wat heb jij met die camera eigenlijk, als je filmt? Nou, het is een soort jacht, een soort slachtoffermanifestatie. Wie, de filmer of hetgene die gefilmd wordt? Nou, degene die gefilmd wordt, maar daarmee natuurlijk ook film, want film is eigenlijk in zekere zin zijn zieltje bloot. Met die camera? Met die camera. Too bad, you have to die. Door het graven in allemaal. What happened? Ben jij ook verslaafd aan de camera? Well, Travis just didn't feel like flying. Oh, I don't blame you. I can't nou, bij tijden wel, ja. Especially since we live in the desert. Je wil iets... All we have is planned, day and day out. Ik wil iets vastleggen. Maar welke film wil je nog maken als je... To fly, didn't you, Travis? Ik wil nog wel een cowboyfilm maken. Los van cowboys. Warhol, trouwens. Die was nog even vergeten volgende week. Or somewhere. Warhol komt die volgende week. Yeah. Nou ja, Warhol is natuurlijk ook... Maybe I'm mistaken. Iemand die eenvoudig begonnen is en uiteindelijk... Rijk is geëindigd. Wat? Ja, rijk is geëindigd. En rijk is geëindigd. En zo... ja, ik heb voor... Maar wat heb je namelijk zelf op een Warhol? Heb jij iets met zijn films? Nou, ik vond die Dracula film wel heel leuk. Dat, ja, maar dat is toch een... Ja, die andere kunstfilms, ja. Slaap, ja, dat is op zich wel interessant. Why has he been sleeping then? Well, he doesn't sleep. Yes, he sleeps somewhere. Okay. Well, I don't think he's even going to use it.
He's got to get tired sometime. Oh, there is a towel for you, Travis, and some underwear and socks from Walt. Good night. Thank you. Okay. Get some shut eye. Sweet dreams. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores en la ciudad de la tierra. Cantaron los ruiseñores, y también la tierra, la luz del día nació, la embancada, la luz. You polish them. That's very nice of you, Travis. Would you like to come in and have some bread? Aren't you hungry? We're going to have strawberry waffles. Do you like them? Do you want some? Well, there is hot coffee on the stove if you want some. Get that chocolate. Chinese, and get your job at the airport doing that. Hey, you want to trade these new boots for those old boots? Hey, you can wear them. Thank you. Thank you.
I was just thinking maybe I can meet Hunter after school and we can walk home together if he wants to. That sounds like a great idea, Travis. Walk home? I don't want to walk home. Come on, Hunter. No. I want you to walk home once in your life. No, I don't want to. Travis, I insist. He'll wait for you out in front. One can tell you to get there, it's not far. And get in a car, Hunter. We are late as it is.